niet zo best. Ik heb een paar sprintjes ingenomen. Dus, en toen ging het wel. De 85-jarige mevrouw De Groot heeft er slecht van geslapen. Toen ze gisteravond thuis kwam van een boodschap, stond haar brievenbus in lichte laaien. Al die rommel, daar schrok ik een beetje van. Want ik wou het schoonmaken, maar mijn buurvrouw zei, dat moet je niet doen. Je moet het alles laten liggen. En dat heb ik dan gedaan. En daarom ligt ook de verschroeide deurmat nog op de grond. Hij is in de brand gevlogen door wat de politie een brandbare vloeistof noemt. Omwonenden hebben het zelfs over een molotovcocktail. Zo'nzelfde brandbom werd ook even verderop gebruikt. Op de Hugo de Vrieslaan ging de peperdure Audi van de familie Fans in vlammen op. Ja, ik schrok wel, want eerst viel het nog op mee, de brand. Maar uiteindelijk werd het heel hoog. En toen dachten we, shit, er kan gaan ontploffen zelfs de auto. Dus we moesten naar het einde van de straat staan. In het anders zo rustige tuindorp heerst nu woede en onbegrip over de brandstichtingen. Ook Quinten baalt ervan. Teleurgesteld en ik ben ook een beetje boos op diegene die het heeft gedaan. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. En dat zijn ook mensen die zondag mogelijk iets hebben gezien. Toen werd geprobeerd brand te stichten in de wijk, zoals hier te zien is op deze foto's. Er wordt zonder enige aanleiding blijkbaar met vloeistof naar deuren gegooid, op auto's gegooid. Ja, en je moet je voorstellen, bijvoorbeeld bij zo'n huis, als dat tegen de voordeur aankomt, die voordeur gaat in brand, het gaat misschien door de brievenbus heen, hangen jassen achter op zo'n kapstok, levensgevaarlijk. Volgens getuigen gaat het om een groepje jongeren. Ze zouden in de richting van Overvecht gevlucht zijn. Mevrouw De Groot woont al sinds 1938 in dit huis en ook zij denkt dat het buitenstaanders zijn. Ik heb een hele goede buurt, ook met de mensen. En dan gebeurt het niet.